Hallo mensen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, een nieuwe Pokémon Go video. Waarbij er nu een nieuwe update is en dat is een Valentijns update. Nou, wat houdt deze update eigenlijk precies in? Er is een verhoogde kans op roze Pokémon, onder andere Jigglypuff, Chansey, weet ik wat allemaal, Clefable. Dus gewoon roze Pokémon is er dus een verhoogde kans op dat je die buiten tegenkomt. Je krijgt dubbel candy en dat is voor de meeste mensen in dit geval gewoon super. Ook als je gaat transferen krijg je gewoon dubbel candy. Dus dat komt al helemaal heel erg mooi uit. En er is ook dus een grotere kans dat je roze baby Pokémon uit je eitjes krijgt. Dus wat ga ik als het ware nu doen? Ik vind het in ieder geval een super leuke update. En ja, ik zit in de tuin in mijn t-shirt en ik ben een beetje gek. Want het heeft eigenlijk ook gesneeuwd vandaag, maar ik heb er gewoon maling aan. Ik heb gewoon zin weer om Pokémon te vangen. En het allerleukste ervan is natuurlijk dat er dubbel candy is. Ja, ik kan er niks anders van zeggen. Deze update is tot 15 februari en nogmaals, het is een speciale Pokémon Valentijnsdag update. Hoor het mooie geluid van de Pokémon al start. Beginscherm is nog steeds hetzelfde als dat van met het nieuwe jaar. We gaan eens eventjes kijken. Want het eerste wat ik eigenlijk gewoon gelijk jullie wil laten zien als we dan toch beginnen, is om te laten zien welke Pokémon ik allemaal in mijn Pokédex heb gevangen. Ik eerst even het geluid wat zachter zetten, want het staat mij iets te hard. We hebben nu mijn Pokédex voor ons en we zien eigenlijk als het ware dat ik nog heel veel Pokémon niet heb ingevuld. En dat is omdat ik ze nog kan evalueren. Dus dat ga ik ook gewoon aan het einde van deze video doen. Een hoop Pokémon die bijzonder zijn evalueren. En dan zie je eigenlijk dat ik aan baby Pokémon Igglybuff heb. Togepi. En Smoochum. En ja, ik ben op zich best wel blij met deze Pokémon. Maar pas op als je baby Pokémon gaat evalueren op Togepi na in dit geval. Dat ze dan of Jinx of Jigglypuff worden. En het is gewoon leuker om die baby Pokémon dan gewoon te houden. We gaan eens even terug, want we laten ook gelijk even de eitjes zien. Ik heb 3 10 kilometer eitjes en ik denk eigenlijk niet dat die vandaag nog uit gaan komen. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Ik ben vandaag in de beeld. Ik zit lekker bij mijn vader in de tuin. En ik heb zin om Pokémon te vangen. Dus we gaan eventjes naar een parkje verderop en dan gaan we kijken of het echt zo is allemaal. En dan gaan we kijken. Dus we gaan naar een parkje verderop en dan gaan we kijken of we echt die roze Pokémon allemaal vangen. En het leuke van het hele event is ook eigenlijk dat als je een lure aan gaat zetten. Dus als je een lure aan gaat zetten. En die kunnen we straks ook gewoon eventjes halen als ik die niet heb. Ik heb hem nog wel. En het gebruikelijke van deze hele event is dat als je een lure aan gaat zetten. Dat deze maar liefst 6 uur lang meegaat. Dus in plaats van de gebruikelijke half uur. Het gebruikelijke half uur gaat die gewoon nu 6 uur lang mee. En dat geldt ook tot 15 februari. Dus ja, ik ga mijn tasje pakken, trek een jasje aan en ik ga lopen. Ik ben om de hoek van de straat van het huis waar ik net vandaan kom. En er spande gelijk al eigenlijk een Jigglypuff in en nu een Lickitung. Lickitung, dus die gaan we eventjes vangen. Level 495, dus ik geef gelijk een Raspberry. Of lieve Pokémon geeft natuurlijk ook groepjes. Die heb ik gegeven en aangezien het een hoge Pokémon is, gooi ik ook gelijk een Ultra Ball. Het kan niet anders dan dat ik deze gelijk al vang. Yes, oké, ik heb hem. Komt mooi uit. Ik had hem natuurlijk al, ik had er al eentje. Maar we gaan in ieder geval helemaal naar achteren doorlopen, want daar is een park hier in de buurt. En daar staan ook wat Pokestops en hopelijk staan er ook nog veel meer Pokémon die wij kunnen vangen. We zijn nog ineens 100 meter verder en er spannen gewoon alweer een Jigglypuff en een Slowpoke in. Dus ik ben het er mee eens dat het waar is dat er veel meer roze Pokémon inspannen. En als je natuurlijk deze Pokémon graag wil evalueren, dan is het natuurlijk ook handig om deze te vangen. Want je krijgt dubbel candy en dat houdt natuurlijk ook in dat je ze veel eerder kan evalueren. En als een nieuwe Pokémon komt en de nieuwe gen van deze Pokémon komt, dan heb je de candy natuurlijk al. We zijn bij het parkje aangekomen. En zoals jullie kunnen zien zijn er heel veel Pokéstops, dus dat komt mooi uit, kunnen we lekker draaien. En zoals jullie ook kunnen zien zijn er heel veel diverse, verschillende soorten Pokémon's hier in de buurt. Charmander en natuurlijk weer de roze Pokémon, Oddish en weet ik veel wat. Dus we gaan er naartoe en dan gaan we eens even kijken wat we allemaal kunnen vangen. Het probleem is aangebroken dat mijn bag vol is als het ware. Er zitten 501 items in en er kunnen maar 500 in, dus dat is sowieso heel erg knap. Maar wat verwijder ik eigenlijk altijd? Ik verwijder altijd gewoon de potions, omdat ik toch eigenlijk als het ware
de laatste tijd geen gyms meer aanval. En die krijg je toch zo makkelijk en heel snel weer uit de poker stopt. Ze draaien hem. Nou, we krijgen er niet veel bijzonders voor terug, maar we krijgen in ieder geval iets ervoor terug. Dus daar zijn nog veel meer pokestops en die gaan we natuurlijk allemaal eventjes pakken. Pant een Charmander in. Hij is maar level 30, maar ik heb nog steeds geen Charmeleon en nog steeds geen Charizard. Dus ik moet deze Pokémon gewoon hebben. Want wie wil nou gewoon geen Charizard hebben? Hij gaat er gewoon serieus uit. Ik geef hem gewoon een snoepje en ik heb gewoon een normale Pokéball gebruikt voor een Charmander van level 30. En nu gebruik ik weer een normale, maar ik heb een Raspberry gegeven. Ik hoop het echt, want ik vind Charizard een van de vetste Pokémon. Gewoon weer niet, serieus. Ik ga hem niet nog een snoepje geven hoor. Ah shit, weet je wat ik doe? Als je echt geen risico wil lopen met een Pokémon, dan moet je gewoon een betere bal gebruiken. Ik gooi nu een Great Ball. Spannend. Ja, en dan vang ik hem wel. Ik ga gelijk ook heel eventjes kijken hoeveel candy ik heb. Ik heb 31 Charmander candy. Dus ik zou hem straks wel kunnen evolueren naar Charmeleon. Dan moet ik wel de hoogste Charmander pakken die ik natuurlijk heb. Of in ieder geval de beste. Yes. En we gaan verder. Hier weer gelijk roze Pokémon. Dus die ga ik ook eventjes vangen. Maar ja, dat is natuurlijk niet interessant om te laten zien. Want ik vang ze toch wel. En ja, dan kunnen we straks eventjes naar het water lopen die kant op. Want dat is ook gewoon mooi om te laten zien. Spant gewoon gelijk. Nog geen minuut later nog een Charmander in. Dus die gaan we snel vangen. Want die Horsey of weet ik veel wat, de Pokémon die erbij stond, die is al uitgespand. Dus we gaan deze snel vangen, jongens. Hier heb je ook allemaal hongerige Pokémon die je kan vangen. Nog geen 3 minuten verder en er spant weer een Charmander in. Ik vind het helemaal mooi. Ik blijf gewoon wel even lekker in het parkje, want voordat ik het weet heb ik straks een Charizard. Charmander nummer 4. Charmander nummer 5. En ik weet echt niet wat er met dit parkje is, maar het zit helemaal vol met Charmanders. De laatste 3 Charmanders die ik gevangen heb waren ook in de level 300 zoveel. Ik geef een Raspberry en ik gooi nogmaals een Ultra Ball. Echt normaal spannen er echt niet zoveel Charmanders in. Er was natuurlijk wel dat er een tijdje was met de Halloween update. Dat er heel veel main Pokémon, dus de begin Pokémon, starters Pokémon inspanden. En dat was natuurlijk leuk om er gebruik van te maken. Pikachu met de kerstmuts natuurlijk ook. Maar dit is gewoon echt, ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Ik heb nu gewoon nog 5 Charmanders gevangen binnen 20 minuutjes. Er is hier een Magikarp. En de meeste mensen die misschien al eerder mijn Pokémon Go video's gezien hebben. Of gewoon mijn Twitter, van Twitter kennen. En die zien natuurlijk ook dat ik af en toe wel eens tweet over Pokémon. En dat ik gewoon Gyarados nog steeds niet heb. Of tenminste, ik heb wel een Gyarados gevangen, maar die is echt gewoon een heel erg laag level. En het wordt dus tijd. Ik heb nu als goed is ook gewoon genoeg candy. Precies 403 candy. Dus wordt straks ook gewoon tijd om een Gyarados te gaan evolven. Want ja, want ik was natuurlijk de enige die op een feestje weer niet kon inloggen op haar Pokémon account. En de enige die samen met iemand anders geen Gyarados hadden gevangen. En ja, en de rest wel. Dus dat was best gewoon leem. En nu we hier dan toch zitten, daar spant Charmander nummer 6 in. We staan op de brug en het is heerlijk glad, want ik gleed al een beetje weg, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat ik weer verder ga. Maar het klopt dat er heel veel roze Pokémon zijn, dus dat hebben we natuurlijk uitgetest. En er zijn inderdaad heel veel roze Pokémon. Je ziet het nu ook gewoon in mijn beeld staan. En het leuke van alles is natuurlijk ook dat gewoon Charmander superveel inspant. Maar als je alleen maar Charmander inspant, wordt het natuurlijk een beetje saai. Ik wil natuurlijk meer. Dus ik ga nog even een stukje lopen. En dan wil ik graag nog wat eitjes uit laten komen. Want ik heb nog 3 10 kilometer eitjes. En ik wil daar het liefst nog 2 van uit laten komen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Dus wij gaan weer verder. En dan zien we het wel weer. Oké, ik ben weer binnen. De hond van mijn vader die komt eventjes gedag zeggen bij mij. Ik ben eventjes binnen, want ik had gewoon echt koude handen gekregen. En het was gewoon echt heel erg koud buiten. Dus ik denk dat het een handig idee is als ik gewoon eventjes iets warme kleren aan ga trekken. En dan ga ik weer terug naar buiten en dan laat ik nog even die eitjes uitkomen. En als die eitjes zijn uitgekomen, want ik wil natuurlijk 2-10 kilometer eitjes heel graag uit laten komen. En als dan die eitjes zijn uitgekomen, dan ga ik naar binnen en dan ga ik nog een paar vette Pokémon's evolven. Ik ben een stukje bezig lopen.
En er komt nu een 2 kilometer uitje uit. Als het goed is, heb ik er 2 die uit kunnen komen. Geen idee of de volgende er gelijk uitkomt. Niet de ren. En dan kunnen we gelijk eigenlijk even kijken naar alle eitjes die ik nog heb. Want er komt bijna nog een 2 kilometer eitje uit. En zoals jullie zien moet ik nog ongeveer 2 kilometer lopen voor de 2 10 kilometer eitjes. Dus ik ga eventjes door met lopen. Want daar ben ik echt heel erg nieuwsgierig naar wat daarin zit. Er kwam een Geodude uit, dus dat is niet heel bijzonder. Maar dan weten we dat ook weer. Er komt een 1 5 kilometer eitje uit. Ik ben benieuwd. Die heb ik helaas al, maar we geven natuurlijk niet op. Een Rhyhorn hebben we erbij gekregen. En Togepi heeft er een candy gevonden, want dat is natuurlijk mijn buddy. En Togepi wil ik ook eerder graag gaan evalueren. Dus daarvoor heb ik hem natuurlijk ook als buddy. En dat is ook wel leuk om te laten zien. Als ik op Togepi klik, dat je voor Togepi 2,5 kilometer moet lopen voor een candy. En in totaal heeft hij nu 14 candy. Dus maakt ook een leuk geluidje. We hebben net natuurlijk heel veel Charmanders gevangen. Er is ook een Squirtle. Ik heb zelf ook nog ineens Blastoise, dus dat komt ook mooi uit. Hoog level 481. Dus we geven gelijk even Raspberry aan hem. Yes. Ultra bal waardig. Ah, eindelijk. Ik heb me inmiddels ook wat, ik heb hem natuurlijk gevangen. Ik heb 90 candy, dus dat is wel gewoon een goed begin. Maar ik heb gewoon, mijn handen trillen gewoon. Ik heb het gewoon koud. En ja, handschoenen kan je wel aantrekken als je van die handschoentjes hebt waarmee je gewoon je telefoon kan bedienen. Maar die heb ik niet, dus ik had die gewoon voor nu thuis gelaten. Maar het schiet al aardig op. We zijn er al bijna. We hoeven niet veel meer te lopen, nog 900 meter. En dan is het zover. Het is zover. Het eitje die komt uit. Klik er gelijk op. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig en ik zit hier al zo lang op te wachten. Ah shit, ik had hem al. Ik had Pinscher al. Dus ik ben benieuwd of er nog eentje gelijk erna komt. Komt er nog eentje? Nog een 10 kilometer eitje. Ah shit, die had ik ook al. Oh man, die had ik ook al. Dus dat waren de 2 10 kilometer eitjes. Maar het is wel weer candy. En voor de volgende gen Pokémon is het natuurlijk handig om die candy te hebben. Dus ja, ik ben op zich wel blij mee. Maar nog steeds wil ik graag Aerodactyl hebben. En andere vette Pokémon die uit die eitjes komen. Maar het is even niet anders. Dus ik ga eventjes wat Pokémon evolven. Ik zit binnen en toen ik binnen ben gaan zitten stond mijn Pokémon nog aan. En er was dus nog een eitje wat uitkwam. Dus hopelijk komt daar nog een leuke Pokémon uit. Oké, Sandshrew. Oké. Oh, kijk, ik kreeg gewoon 36 candy erbij. Moet je nagaan. Oh, er komt nog een eitje uit. Ja, ik vind het niet erg. Ik vind het hartstikke mooi. Een Oddish. Nou, kan leuk zijn, want je wil natuurlijk... Want ik heb Gloom natuurlijk en Vuilbloem. Die kan je natuurlijk ook nog krijgen. En dan ga ik gelijk eventjes door naar mijn Pokémon. Dus eigenlijk mijn hoogste Pokémon tot nu toe. Ik heb natuurlijk ook gewoon nog Stardust om ze als het ware nog gewoon sterker te kunnen maken. Zoals jullie zien heb ik op zich best wel aardig veel Stardust en ook veel candy. Maar ik wil eventjes kijken, want er zijn een paar Pokémon die ik graag wil evolven. En gewoon waar ik heel lang op heb zitten wachten. Dus we gaan even naar mijn Pokédex. Ik heb nu 119 Pokémon gevangen en 123 Pokémon gezien. En ja, er zitten een paar Pokémon tussen die ik nu dus graag wil gaan evolven. Dus ik ga naar mijn Pokémon toe. Dus ik ga langzamerhand wat Pokémon uitzoeken die ik gewoon graag wil evolven. Even kijken, Graveler kan ik uiteindelijk ook nog gewoon doen. Maar ik ga even kijken, want ik wil wel echt voor die leuke Pokémon nu gaan. Kunnen we Pikachu eigenlijk evolven? We kunnen Pikachu evolven. We kunnen Pikachu evolven met een kerstmuts op of gewoon de normale Pikachu. En dan denk ik dat het leuker is om een normale Pikachu te gaan evolven. Laten we beginnen met Charmander. Kan Charmander evolven? Laten we dat gewoon doen. Dan heb ik op zijn minst Charmeleon. En dat werd gewoon echt tijd, want ik heb nog steeds geen Charizard. Oeh, deze is wel echt vet.
Dan ben ik benieuwd hoeveel candy. Eigenlijk, ik registreer hem gelijk ook in mijn Pokédex. Eigenlijk is het handig als ik mijn dinges een dubbel Lucky Egg aanzet. 100. Oei, oei, oei. Dus ik ga eigenlijk eventjes, want ik vind het zelf wel een handig idee om eventjes een Lucky Egg aan te zetten. Dat duurt natuurlijk een half uur, maar ja, ik weet natuurlijk niet wat ik nu allemaal nog ga evolven. Dus we gaan eventjes verder kijken. Daar staat hij, 817. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Dan gaan we door. Ik wil graag ook een Jigglypuff evolven. Kan ik Execute evolven? Ik kan ook Execute evolven, dus die gaan we ook gelijk evolven. Zet hem iets harder. Hoor het muziekje lekker gezellig mee. Kijk, dit komt wel mooi uit, want nu registreert hij eigenlijk gewoon meer Pokémon weer in mijn Pokédex. En dat heeft natuurlijk lang geduurd. Ik heb ook heel veel candy opgespaard. Yeah. Deze staat lekker helemaal vol. Ben ik even blij mee. Ik heb ook 90 Squirtle Candy. Dan heb ik natuurlijk al een War Turtle. Dus dat ga ik nog opsparen. Dan kan ik Blastoise natuurlijk ook evolven. Shellder. Ik weet niet of dit de hoogste is die ik heb, maar we hebben Cloyster nog niet. Dus die gaan we ook evolven. Ik vind Cloyster wel echt een vette Pokémon. Ah, oh, check uit. Die is wel echt vet. Komt ook in mijn Pokédex erbij. Nummer 87 en 89 heb ik niet. Nog niet. Komt goed. Komt goed. 50 candy, Togepi candy nodig om natuurlijk die evolving van Togepi te krijgen. Maakt niet uit dat ik een hogere Pokémon had. Het is natuurlijk wel handig om te kijken welke Pokémon het hoogste is voordat je gaat beginnen met evolven. En we hebben hier Pikachu. We hebben een Pikachu 357 en die wil ik eigenlijk nu gaan evolven. Eindelijk. Eindelijk komt er een Raichu in mijn Pokédex bij. Ik heb toch genoeg Pikachu's, dus die staat ook helemaal vol. Dus dat vind ik niet erg, want zoals jullie net zagen zit dat aardig vol. Dan ben ik nu op zoek naar... Kijk, kan die gevolgd worden? Nee, daar moet ik nog eventjes voor opsparen. En een Magikarp. Mijn hoogste Magikarp is 117. Dus die gaan we evolven. Eindelijk een Gyarados zelf evolven. Ik heb hier zoveel Magikarps overal langs het water en grachtjes. Elke Magikarp die ik zag, die heb ik gewoon ook gewoon gevangen. Omdat ik graag Gyarados wilde hebben. Zo. Ja, die ziet er goed uit. 2037. Gaan we verder. Want hier hebben we Jigglypuff. En dat is eigenlijk nog de enige die ik voor nu graag eventjes wil evolven. Genoeg candy. Gaan we. Dus ik heb Wigglytuff erbij. Ik ben er blij mee. Dus nu gaan we nog even naar mijn Pokédex kijken. En dan zie je toch dat ik er weer toch wel wat meer bij heb die ik gevangen heb. En ja, er zullen ongetwijfeld nog wat meer Pokémon zijn die ik zou kunnen evolven. Maar ik wacht daar gewoon nog eventjes mee. Want ja, sommige vind ik niet boeiend genoeg om te laten zien. En sommige, daar zat ik gewoon heel lang op te wachten. Dus ja, dit zijn dan mijn Pokémon. Dit waren mijn Pokémon. En dit is mijn stand van nu. En het leuke is eigenlijk ook dat als je Pokémon's gaat transferen, dus als je bijvoorbeeld zo doet, en dat zullen jullie ook wel hebben gezien, maar ik blijf dat gewoon leuk vinden. Ik klik er gewoon eventjes wat aan, dan zullen jullie ook zien wat ik bedoel. Kijk, doen we ook wat Eevees meepakken. Zo. Kijk, allemaal verschillende soorten Pokémon eventjes uitkiezen. Kijk, dat was de Gyarados waar ik het al over had. Level 45. Dan heb je eindelijk een Gyarados en dan is level 45. Nou, daar heb je natuurlijk niet veel aan. Kijk, die mag ook weg. Water. Van die. Die mag ook erbij. Gewoon lekker veel uitkiezen. Want dan zullen jullie zien. Kijk, deze moet ik eigenlijk bewaren om nog te gaan evolven. Want dan krijgen we natuurlijk lekker veel XP-punten mee. Zo, doe het even zo. Maar kijk, check dit. Yes. Kijk gewoon al die candy die erbij komt. Gewoon heel snel. Ik vind dat gewoon echt leuk. En het blijft leuk. En het was natuurlijk ook handiger dat ze dat deden. Maar ja, ik sluit er bij deze video wel af. Ik hoop dat jullie
dat jullie deze Pokémon Go update leuk vinden en dat jullie misschien ook gebruik van gaan maken. Het klopt dat er heel veel roze Pokémon inspannen, maar zelf persoonlijk vind ik dat het veel Slowpoke zijn. Het zijn veel Jigglypuffs en het zijn veel Lickitung. Maar dat hoeft natuurlijk niet, want elke plek is natuurlijk heel anders. En op elke plek spannen natuurlijk andere Pokémon en op een andere manier Pokémon in en een andere hoeveelheid. Dus jongens, als jullie het leuk vonden, gooi dan ook nog even in de reacties welke Pokémon jullie het vetst vonden die tussen mijn Pokédex stond. En of dat jullie al een vette Pokémon hebben gevangen. En dan zeg ik voor iedereen die haar Valentijnsdag doet, geniet er ook van. Dan zeg ik tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei!